We beginnen even met stilte hoor. Sst. Mooi toch? Ja. Het hoorde ik net toen ik de trap opkwam. Ik denk, we even laten horen. En er zit hier een knobbelzwaan in de nek te hijgen. En we zitten bij eieren. Zover ben ik. Ja, klopt. Edwin, die heb je net lades vol. Echt niet normaal. Ja. Hele ja. kast vol met ja. dit soort uitgeblazen eieren. Ja, ja, ja. Zijn en het allemaal in Nederland te vinden eieren of is het ja. van over de hele wereld? Nee, dit is echt... Alleen maar Nederland? Noordwest-Europa, zeg maar. Oh, ja, oké. Okay. Ja, ja. Wauw. Ja. En wat je net gezien hebt, die grote wand met al die eieren. Ja, hoeveel zijn dat? Als dat een verzameling... Ongeveer? Volgens mij meer dan 3000. Oeh. Ja. En dat heet een ootheek. Een ootheek? Een eierverzameling. Ja. Een duur woord voor eierverzameling is ja. een ootheek. Ja, 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 een ootheek. Jij weet dat soort dingen En de studie van het bestuderen van eieren ja. of, is oologie. Dus je bent een ooloog als je nou ja, dat soort dingen bestudeert. Goh, je kunt toch wat worden, hè? Ja, dat is leuk voor Scrabble en zo. Oologie. Ja. Oké, okay, dus ik neem aan dat dit de verzameling is van een ooloog. Ja, precies. De ootheek van een ooloog. Precies, en niet de eerste de beste. Het is van Pelt Legner. Het is de collectie van Pelt Legner. Zeg mij helemaal nee, dat zal heel weinig mensen wat zeggen. En hij heeft ook geen Wikipedia-pagina. Er is eigenlijk ook heel weinig over hem bekend. En ik heb hiervoor wat research gedaan. En eigenlijk heb ik ook in een in memoriam van hem gelezen. Ja. Daar stond ook in dat het een hele bescheiden man was die zelden op de voorgrond trad. En nou ja, dan krijg je ook geen Wikipedia-pagina. En Van Pelt Legner, die heeft het allereerste en ook meteen een heel goed standaardwerk gemaakt voor het beschrijven van eieren. Ah, en dat wat nog steeds gebruikt wordt en waar nog steeds van gezegd wordt van dat is perfect. En hij heeft dus alle eieren heeft hij gefotografeerd in kleurenfotografie. 1910, hè? Die boeken liggen hier. Ik geef hem van jou en dan kan jij mij laten zien. Ja, ja. Wat je zou willen laten zien. Maar dit is dus een. Dit is dan een gefotografeerde ootheek. Ik vind het een mooi woord. Ja, ja. Hij heeft dus. De Bijbel van de oorlog. Precies, met een beschrijving. Hè. Dus hier zijn de foto's. Hoe zien ze eruit? En dit zijn echt foto's, joh. Ja, echt. 1910, hè? Ja, precies. Kleurenfoto's. Ja. En hier de beschrijving van hoe de eieren eruit ziet. Met afmetingen, bloedtijd en. Het standaardwerk. En alle. Foto's die hier, alle eieren die hierin staan, dus die, waar die foto's van zijn genomen, die zitten in een van die laadjes hier. Ja, ja, ja. Oh, wat gaaf. Ja, ja, dus dit is dus echt jullie een... hebben die dat complete en dit is zijn levenswerk geweest. Ja, ja, dit is dus, en dit, omdat dit de eerste was en de eerste beschrijving is. De eerste is, in Nederland, Europa, ja, Europa, wereld? Ja, Europa. Dus als hij twijfelde, had hij nog twee collega's, eentje in Leipzig en eentje in Halle. Als hij twijfelde over eieren, daar correspondeerde hij mee. Ja. En als je zegt collega's, dat waren oologen, maar waren dat zeg maar een beetje uit de hand gelopen hobbyisten? Dat waren echt of wel wetenschappers. Dat wetenschappers. Dat waren echt wetenschappers, ja. Ja, ja, ja. En die, maar hij heeft dus dit standaardwerk gemaakt en nog steeds met die beschrijving van die foto's. Als jij een vogelboekje koopt van ANWB met vogel, eitje en zo erbij, die zijn gebaseerd op deze standaard classificaties. Hoe bijzonder is het dat jullie deze boeken hebben? Want dit zijn ook al best oude boeken. Ja, ze zijn nog wel antiquarisch af en toe te koop. Ja. En, maar dan moet je al snel €2000 per exemplaar neerleggen. Oeh, hallo. Ja. Ik heb nog wel een leuke anekdote over hoe fanatiek mensen eieren kunnen verzamelen. Ja? Er was in Engeland was een verzamelaar en die zag een... Wil je alsjeblieft ooloog zeggen? Een ooloog. Ja. En die zag een heel zeldzame vogel en hij wist... Bijna niemand heeft een ei van die vogel en hij had die vogel in de gaten gehouden en hij dacht van, daar ligt nu een ei in, ik klim die boom in. Dus, maar niet helemaal goed nagedacht van tevoren. Dus hij klom die boom in, lag inderdaad eitjes in het nest. Ja. Hij dacht, oh, ik heb beide handen nodig om weer naar beneden te komen, waar laat ik dat ei? Ik dacht, ik stop hem in mijn mond. Dus hij, met dat ei in zijn mond, klimt weer naar beneden. Ja. Alleen, wat is nou het probleem? Hij kreeg het ei niet meer uit zijn mond. Nee. En hij heeft dus zijn tanden uit zijn mond laten trekken. Nee, doe normaal. Om dat ei heel uit zijn mond te laten krijgen. En dat is gelukt? Ja. Edwin, dat is een bizar verhaal. Ja, ja, ja. Ja, dus, had hij dus... of een heel klein mondje, maar het was toch een forse vogel waarschijnlijk.
Er staat niet bij welke vogel het was. Alleen dat het een zeer zeldzame vogel was. God, en dat hij dus zo graag het ei wilde hebben dat hij zijn tanden daarvoor over had. Ja, je moet ook het over hebben voor de wetenschap, laten we eerlijk zijn. Ja. Ja. Nog één keer die naam van die meneer. Van Pelt-Legner. Van Pelt-Legner. Ik vind het knap dat je dat onthoudt. Prachtig. Dankjewel, Edwin. Ja. Ik vind het, dat zei ik wel vaker, het is een snoepwinkel hier zo. Maar ja, het is prachtig. Thanks.